In deze kisten gaat muziek voor de hele tournee. Per programma wil het wel eens verschillen, dus dan gaan we papier schuiven, halen we het uit de ene en dan doen we het in de andere. Het echte werk aan de muziek, aan de bladmuziek, is natuurlijk in Amsterdam gebeurd. En dat doe ik samen met mijn collega Marianne Butijn, die achtergebleven is en nu voor het spul zorgt. En ja, waar komt dat op neer? Dat de aantekeningen van de dirigenten, concertmeesters, aanvoerders in de muziek te zetten. Opstreek, afstreek voor de violen, kommaatjes voor de blazers, boogjes. Het hele verhaal van de interpretatie.